Loco-burgemeester Ashley North stapte maandagmiddag op zijn fiets voor een bezoek aan jeugddorp Leiden. Na een warm onthaal door de kinderen... Ja! ...bleek North een verrassing te hebben voor vrijwilliger Jan van Omen. Jan, fantastisch, kun je even op het podium komen alsjeblieft? Van Omen is al jaren vrijwilliger bij het jeugddorp. Reden voor de gemeente om hem te belonen met het Cornelis Joppesbeeldje. Het Cornelis Joppesbeeldje is echt een stedelijke onderscheiding ter waardering van vrijwilligers. Dus het is echt een uiting van waardering van de burgemeester en de wethouders. En ook een aanmoediging voor Leidenaars om zich in te zetten voor de stad. Ja, Jan is fantastisch. Jan werkt al 25 jaar vrijwillig voor het jeugddorp. Elke zomer komt hij als eerste 's ochtends vroeg hier aan om ervoor te zorgen dat alles klaar staat. Hij vertrekt weer als laatste, zorgt ervoor dat alles schoon is, dag in dag uit en dat al 25 jaar achter elkaar. Ja, dus je kan gewoon zeggen, zonder Jan geen jeugddorp. Het was een hele klus om de verrassing verborgen te houden voor de betrokken vrijwilliger. Ja, echt heel veel trucjes, een geheime appgroep. En staat in het draaiboek staat, ja, de loco-burgemeester die komt jeugddorp openen. Want we hebben tegen Jan Beert, ja, hij kon niet op woensdag. We doen het normaal altijd op woensdag. Ja, wij hebben gewoon bekokstoofd, hij komt op maandag. Want maandag is je officiële jubileumdag. Maar zodoende, ja, we hebben echt gewoon... heel smerig achter zijn rug om van alles er nog op bewacht. Ook de jeugdcommissie had een cadeautje voor de supervrijwilliger. Van Omen kreeg een fotocollage met hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar. Ja, noem maar een oorkonde van 25 jaar. Ja. Er staan foto's op, dat scheelt 15 jaar, maar ook 25 kilo. De andere vrijwilligers doen hetzelfde werk wat ik doe. Ja, alleen ik sta iets vroeger op. Ik heb zoveel vragen gehad van anderen. Ik heb er zo vaak over dat het toch wel een beetje binnen begint te dringen. En al helemaal om hier weer even te zijn, ze weer even te zien, dat is gewoon heel erg leuk. De 18-jarige Noortje Looyinga kan het nog altijd maar moeilijk bevatten. Maar tijdens haar mbo-stage bij Naturalis heeft ze toch echt een nieuwe vlindersoort ontdekt. Dit is dus de lade waar alle vlinders in zitten. Allereerst de soort waar die dus eerst onder beschreven werd. En daarna de soort die ik heb beschreven. Van de linker twee rijen die je dus ziet, kan je zien dat de vlinders wat fletser zijn. De vlekken zijn iets kleiner. En bij mijn soort zijn de vlekken groter. Is het wat meer contrastrijk. Vervolgens hebben we een aantal exemplaren gepakt die het meest duidelijk waren. En die hebben we dus geprepareerd voor onder de microscoop, zodat we echt de genitaliën konden bekijken. Want bij deze vlinders bepaalt de grootte en de vorm van de genitaliën of er echt sprake is van een nieuwe soort. Hier bovenaan zien we de uncus. Dat gebruikt het mannetje om het vrouwtje vast te houden. En de valve hier, eigenlijk twee soort van handjes, gebruikt hij om de zijkanten van het vrouwtje te pakken. Hier op de vesica zitten dus die hoorntjes, dat noemen wij cornuti. Die zijn er eigenlijk door evolutie gemaakt. Het mannetje gebruikt die om de binnenzijde van de baarmoeder van het vrouwtje kapot te trekken. Dat vergroot namelijk zijn kans om zijn nageslacht echt in de eitjes te krijgen, zodat ze niet verder paart met andere mannetjes. Looyinga deed haar ontdekking niet alleen. Stagebegeleider Rob de Vos had de nieuwe soort al een tijdje op het oog. Ik heb natuurlijk een aantal dieren hier staan waarvan ik vermoed dat er iets mee aan de hand is. Dus dat wilde ik haar laten uitzoeken. Het was dus een beetje voorbedacht te raden, maar het was nog niet zeker of het een nieuwe soort was. Dus dat was natuurlijk wel een verrassing toch eigenlijk. Het is een hele gewone soort. En dat is ook helemaal niet zo gek hoor, dat een gewone soort nieuw voor de wetenschap is. Veel mensen vergissen zich in de determinatie. Noortje vertelde al dat deze eerst altijd als een andere soort werd beschouwd, maar als een variatie. En dan later pas ontdek je dat het een andere soort is. En dat kan in de collectie gebeuren, dat hoeft niet eens in het veld. Hoeft niet, maar kan wel. Voor de jonge ontdekker een volgende droom. Als bioloog wil ik ze toch echt graag nog een keer rond zien vliegen. Dus wie weet ga ik nog een keer naar Nieuw-Guinea. Het waren werkpaardjes en de machinisten die erop zaten, die gingen echt niet met een poetsdoek elke dag erlangs. Het waren voor hun werktuigen die het gewoon moesten doen. En de omstandigheden waren best lastig. Als je je voorstelt dat je in een open cabine zit
een hoop geluid om je heen, geen of weinig vering. Dan zie je wel hoe primitief eigenlijk die locomotieven waren. Wij vinden het als museum heel erg belangrijk dat we zoveel mogelijk van onze collectie laten zien in een zo historisch mogelijke omgeving. Het museum wilde daarom uitbreiden. Kijk, dit is dan de nieuwe motorlocomotievenloods, motorlocomotievenloods 2. En als je hier binnenkomt, dan voel je eigenlijk al het sfeertje zoals het in de jaren 30, 40 van de vorige eeuw was. Een deel van het geld hiervoor kwam uit een verrassende hoek. Pieter Leemans kwam uit Leiden en was een meester instrumentmaker. Hij werkte voor TNO. En het was misschien wel een soort vakidioot. Hij ontwikkelde de prachtigste machines en hij werd door de technische mensen van TNO werd hij enorm gewaardeerd op wat hij gemaakt heeft. Hij is nooit getrouwd geweest, hij was één als kind. Hij is op hoge leeftijd gestorven en hij heeft zijn volledige vermogen, en dat was best wel aardig wat, ook door de woning die hij had, heeft hij nagelaten aan goede doelen hier in de omgeving. En omdat hij onze organisatie zo enorm op prijs stelde vanwege de technische skills die hier zijn, de technische vaardigheden, heeft hij ons ook een bedrag nagelaten. Naast de uitbreiding heeft het museum nog meer dromen. We hebben nog steeds geen vrouwelijke machinist en dat is nogal een jarenlange wens van ons. Je kan dat niet van de een op de andere dag worden, maar ik zou dolgraag willen dat we meer meiden hier die techniek leuk vinden hier op de locomotief zouden hebben. Ja. We vinden het leuk om heel veel te recyclen, dus vandaar deze mooie grootstuk. Ja, dit wordt binnenkort vast gemonteerd. Jolisa, Saskia, Lisa en Aileen kochten in april 2020 een 44 jaar oude stadsbus uit Engeland. Na maanden klussen in coronatijd en een verfbeurt voor de buitenkant is de enige dubbeldekker hostel ter wereld nu bijna klaar voor vertrek. We zijn nu echt bezig met de inrichting, dus we gaan nu de laatste dingetjes doen. Dus het behang erop, de kleurenverf kiezen, laten we zeggen, de kussens op de bank zijn we aan het kopen. Dus eigenlijk is dit het leukste onderdeel van het hele klussen. En ik denk eigenlijk dat we het zijn nooit helemaal zat geweest. Helemaal in het begin misschien een keer met de waterlekkages, maar verder heb ik elke dag gewoon zin om naar die bus te gaan. We zijn naar Antwerpen gegaan een paar weken geleden om voor onszelf even te testen. En de bus die heeft ons niet in de steek gelaten. En om met 8 vrienden hierin te slapen, want om even te testen van oké, wat werkt wel, wat werkt niet. En eigenlijk werkte alles wel goed. De vrouwen hebben allemaal hun groot rijbewijs gehaald. In september gaan ze met de eerste vakantiegangers op pad. We gaan dit jaar blijven in Nederland, dus we gaan eigenlijk een provincietour doen. Dus we gaan langs verschillende provincies in Nederland en dan gaan we eigenlijk overal ofwel een weekend ofwel een week naartoe. En dan ligt de focus op het buiten zijn, dus outdoor. Dus we gaan wat lopen, we gaan zeilen op een 120 jaar oud zeilschip en droogvallen op het wat. En dat je wakker wordt en dat je om je boot heen kan lopen bijvoorbeeld. En dan denk je misschien dat je nu alles gezien hebt, dat je de hele bus hebt gezien. Maar eigenlijk zit er achter dit muurtje zit nog een soort special surprise. Mogen we uit privacy? Sorry! Will it ever be the time?
willekeurig kom ik in Amsterdam, ik ken niemand. En dan is ze gelijk van, hey Elvis. Ja. Wat zeg je dan toe? Ik zeg gewoon de gedag terug. Het moet niet heel veel gekker worden, maar ik word tegenwoordig wel eens herkend. Waar zit jij eigenlijk om bekend? Ja, dat ik gewoon een mooie jongen ben. Dat maakt me anders. Het maakt mij anders. Ja, ik ben een heel raar type. Aan de briljante. Ik hou van witte chocola. Ik vind de melkchocola te zoet, bruine chocola te scherp, witte chocola het lekkerste. Dat is toch niet te geloven, zeggen ze dan. De lopen Elvis, weet je wel, zeggen ze dan. Jij echt. Eigenwijs. Heel eigenwijs, ja. Als ik zo zing, is dat precies hetzelfde, zo'n beetje, ja. Ik heb ook meestal gelijk. Maar dat is heel moeilijk natuurlijk om voor een ander toe te geven. Big all in the trap, I just come out. Because I love you too much, baby. That don't you know why. Ik heb hier te maken met de reïncarnatie van Elvis. Ja. Valse bescheidenheid moet je ook niet hebben. Als ik bijvoorbeeld thuis ben, ja, en ik ben helemaal alleen, dan komt het precies er zo uit. Wat kunt u mij laten zien wat ik niet kan? Dit misschien. Ik kan mijn oren bewegen. 1, 2... Huppakee. Ik kan mijn schouders soort van uit de kom halen. Hoor je het zo? Wacht even hoor. Hoor je dat? Stel dat er iemand zou wezen die mij dingen zal leren en die daar bijvoorbeeld wat in ziet in mij. Dat weet je nooit natuurlijk. Elvis leeft, jongens. Tot volgende week.